In 1956 zat Jos op het seminarium Beekvliet in Sint michielsgestel Hij was niet zo'n goede leerling en bleef zitten in de eerste klas. Toen hij die klas overdeed, kreeg hij begeleiding van Jan Bluisen. Volgens het slachtoffer ging het daarna mis. Er was altijd wel eh, limonade, er waren altijd wel snoepjes. En eh, we zaten over van alles en nog wat te kletsen. En ja, hoe vreemd het ook klinkt, van het een kwam met het ander. Voordat ik het wist had ik een onderbroek waar bloed in zat, omdat hij mij verkracht had. Jos werd verboden om over het misbruik met anderen te praten. Naar eigen zeggen kreeg hij in juni 2013 een brief van Bluisen waarin de oud-bisschop door het stof gaat. Ik heb je brief gelezen en het spijt me heel erg als er vroeger vervelende dingen zijn gebeurd door mijn toedoen. Ik wilde het echt goed maken met jou. Zelf heb ik bij onze schepper al om vergeving gevraagd. Op dit moment kan ik door ziekte even geen afspraak met je maken. Ik laat jou weten als het wel gaat lukken. Sterkte met het verwerken en we spreken elkaar gauw. Jos heeft geen erkenning gekregen van de kerk, omdat de brief van Bluissen geen stempel van het bisdom had en niet ondertekend was. In een interview met Omroep Brabant rond zijn bischopsjubileum in 2011 zei Bluisen nog dat hij zich niet bewust was van het misbruik binnen de Katholieke Kerk. Ik had het op een of andere manier moeten weten. Ten meer ook, omdat ik. Op het Klein seminarie in Schestel, als geestelijk leider was aangesteld. En ja, dan hoor je toch altijd wat meer dan gewone leraren, hè? Ja. Maar ik, ik wist het niet. Bischop Blaasje overleed in augustus 2013.